Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Gaan we dames en heren met de tweede poging voor de WS Vis International Prijs. Vijfde koers van vandaag. 10 paarden gaan zich opnieuw opstellen achter de startauto. Favoriet is nog altijd de 1 Amazing Boy met Dickie Hof. €3,50. Dat is 100 meter van het startpunt. Start gevallen. Goeie start aan de binnenkant voor Amazing Boy. Die is als een van de snelste weg. In het midden van de baan proberen ook paarden hard naar voren te gaan. En een daarvan is Julia Montana. Helemaal aan de buitenzijde komt een gigant van een outsider naar binnen. Dat is Valley Wonder. En die gaat als eerste de bocht in. Valley Wonder als eerste in de bocht. Op de tweede plaats Amazing Boy. Aan de buitenkant Julia Montana. En de vierde plaats is voor Icoon. Vijfde daarachter Astreos. Met aan de binnenkant Ari Alki. En daarachter wordt, dat is Astreos, wordt teruggenomen. Paard daarvoor is dus More Muscles. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Leiding is daar in handen van Arnoldus de Wit. En die heeft de leiding met Valley Wonder. Staat onder druk van Julia Montana. En die gaat de leiding overnemen. Naar het tweede spoor is ook gebracht inmiddels Amazing Boy. En daarachter ligt als vierde Icoon. Veel tempo in deze koers. Vijfde plaats Ari Alki. Zesde More Muscles. Zevende Astreos. Achtste Zenith BD. Negende aan de buitenkant is Jong Yoda. En tiende en laatste van het veld is Wishful Memory. Zo zijn de paarden op weg naar de linkerbocht. En daar is de leiding in handen van Julia Montana. Schuin daarachter de favoriet. En dat is Amazing Boy. En die passeert op dit moment Valley Wonder. En dat gaat ook Icoon doen. Icoon gaat ook naar het tweede spoor. Die pakt de rug van Amazing Boy. En daarachter dan een klein gaatje naar Ari Alki. En aan de relingzijde daarnaast ligt Astreos. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. En Amazing Boy begint nu te drukken bij de leider en gaat de leiding overnemen. Amazing Boy aan de buitenkant passeert op dit moment Julia Montana en gaat als eerste zometeen de laatste ronde in. Amazing Boy, Julia Montana, daarachter Icoon. Julia Montana komt gelijk weer terug naar het tweede spoor. En gaat nu ook weer terug naar binnen. Zo blijf je dan toch lekker bezig als amateurrijder zijn. Dan hebben we nog één ronde te gaan. Amazing Boy, Julia Montana. Daarachter in het tweede spoor Icoon. En aan de relingzijde daarachter Valley Wonder. Dan volgt Ari Alki met aan de relingzijde daarachter Astreos. Daarachter in het tweede spoor More Muscles. Met aan de relingzijde Zenith BD. Dan Jong Yoda in het tweede spoor. En laatst is Wishful Memory. Er zijn de paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En Amazing Boy leidt daar op de tweede plaats Julia Montana. Nummer 2, galop. Derde plek nu voor Icoon. Valley Wonder wordt aan de buitenkant nu aangevallen door Ari Alki. En die gaat door naar het derde spoor. Ari Alki gaat proberen naar voren te komen. Maar Amazing Boy heeft inmiddels de versnelling ook al ingezet. Amazing Boy, Julia Montana naar het tweede spoor. Daarachter aan de relingzijde volgt Icoon. En daarachter Ari Alki. En in het midden van het veld gaat nu ook Zenith BD naar voren. Zijn de paarden inmiddels in de laatste 500 meter met Amazing Boy aan de leiding. Schuin daarnaast Julia Montana. En zo gaan ze de laatste bocht in. Amazing Boy onder druk van Julia Montana. Julia Montana gaat precies gelijk op met Amazing Boy. Pakt nu iets voordeel en doet dat halverwege de laatste bocht. Julia Montana en Amazing Boy bijna naast elkaar. Amazing Boy aan de binnenkant komt weer terug. En daarachter in het derde spoor komt Ari Alki naar voren. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Amazing Boy en Julia Montana vechten er om dit moment om. En daar komt ook Zenith BD vrij. Zenith BD in het midden van de baan. Helemaal aan de buitenzijde komt ook Jong Yoda. Zenith BD heeft overgenomen. Jong Yoda en Julia Montana vechten om plaats 2. Zenith BD gaat deze koers winnen. Zenith BD wint tweede plaats aan de buitenzijde voor Jong Yoda. Derde Julia Montana.